In VBA-les 5 heb ik gesproken over het VBA-commando if then else. Je gebruikt if then else als er sprake is van een zogenaamde logische test, waarbij er twee mogelijke uitkomsten zijn. In het linkergrijze blok zie je hiervan een voorbeeld. De test die ik hier uitvoer luidt: Kijk naar de waarde in cel A1 en stel vast of deze groter of gelijk is aan 6. Is dit waar? Mogelijkheid 1, dan moet in cel B1 het woord voldoende worden geplaatst. Is dit niet waar, mogelijkheid 2, dan moet er in cel B1 het woord onvoldoende worden geplaatst. Weet je niet meer hoe de if-then-else statement werkt? Kijk dan opnieuw naar VBA Les 5. Maar wat nu als er meer dan twee mogelijke uitkomsten zijn? In dat geval biedt VBA verschillende commando's die je kunnen helpen. In deze VBA les 13 behandel ik mijn favoriete commando voor situaties met meer dan twee uitkomsten, namelijk Select Case. Hoe je het commando Select Case gebruikt, zie je in het grijze blok aan de rechterzijde van het scherm. Je begint de VBA code altijd met de woorden Select Case. Daarachter zet je de zogenaamde expressie. Een woord wat je gauw weer mag vergeten. In dit geval laat ik Excel kijken naar de cel A1. Met het commando range A1. Vervolgens geef ik per mogelijke uitkomst aan wat er moet gebeuren. Een uitkomst start altijd met het woord case, dan de mogelijke uitkomst. In cel A1 zou bijvoorbeeld het getal 1 kunnen staan. En achter een dubbele punt zet ik dan wat er moet gebeuren. Als in cel A1 het getal 1 staat, moet in cel B1 de tekst zeer slecht worden gezet. Maar in cel A1 kan ook het getal 2 staan. Ik vervolg dus met het commando case 2 een dubbele punt en ik geef aan wat er moet gebeuren als inderdaad het getal 2 in cel A1 staat. In cel A1 kan ook het getal 3 staan, case 3, het getal 4, case 4 enzovoort, tot en met het getal case 10. Ik eindig het commando met end select. Ik ga je een praktijkvoorbeeld laten zien dat meer zal duidelijk maken. Mijn voorbeeld heeft betrekking op de Nederlandse provinciehoofdsteden. Een gebruiker kan in cel D3 kiezen voor een bepaalde provincie. Daarna drukt hij op start, gaat een macro lopen en wordt de bijbehorende hoofdstad getoond. Kiest de gebruiker een andere provincie, dan volgt er uiteraard een andere provinciehoofdstad. In totaal telt Nederland 12 provincies en dus zijn er 12 mogelijke uitkomsten voor wat betreft de hoofdstad van deze provincies. Ik gebruik daarom case select en ik ga je laten zien hoe je de code opbouwt voor dit voorbeeld. Aan de rechterkant van het scherm zie je dat ik het framework voor de macro reeds heb klaargezet. Ik begin dus met het commando select case. Vervolgens typ ik de zogenaamde expressie in dit geval betekent dat niets meer of minder dan dat ik Excel laat kijken naar de waarde die de gebruiker heeft geselecteerd in cel D3. Onder select case ga ik alle mogelijke situaties uitwerken die zich kunnen voordoen en ik gebruik daarvoor het woord case. Ik typ Case en kijk nu wat de eerste mogelijke situatie is. De gebruiker zou in dit geval de provincie Groningen kunnen kiezen. Achter Kees zet ik dus deze eerste mogelijkheid, Groningen. En vervolgens ga ik aangeven wat er moet gebeuren als inderdaad Groningen geselecteerd is. Ik typ daartoe een dubbele punt en geef nu aan dat in het geval van de gekozen provincie Groningen in cel D7 ook de provincie hoofdstad Groningen getoond moet worden. Ik ga nu de tweede situatie beschrijven. Ik begin weer met Kees. Ik ga even kijken wat een tweede mogelijkheid is, bijvoorbeeld Friesland, en geef nu aan dat de gebruiker de provincie Friesland zou kunnen kiezen in cel D3. Als dat zo is, wil ik weer dat er iets gebeurt, dus ik typ een dubbele punt en ik geef aan dat er dan in cel D7 het woord Leeuwarden, de provinciehoofdstad Leeuwarden, moet verschijnen. En zo ga ik door totdat ik alle twaalf provincies en hun hoofdsteden heb uitgewerkt. Ik sluit het onderdeel select case af met de woorden end select. Koppel je macro nu met behulp van de rechtermuisknop aan de gemaakte knop. En je bent klaar om te testen. En ik selecteer de provincie Flevoland, druk op start en zie dat Lelystad inderdaad de provincie hoofdstad is. Kijk ik naar Select Case, dan heeft de macro dus vanuit Select Case gekeken naar de waarde in cel D3, Flevoland. En zodra Case Flevoland is gevonden, weet Excel dat in range D7 de stad, provinciehoofdstad Lelystad, moet worden getoond. En zo werkt dit uiteraard ook voor de andere provinciehoofdsteden. Het volgende is belangrijk om te weten: Case, en dan een beschrijving van de case met een dubbele punt. Werkt eigenlijk alleen als daarna maar één actie volgt. Maar wil je meer dan één actie, je wil bijvoorbeeld Groningen als provinciehoofdstad tonen en je wilt ook dat cel A1 vervolgens wordt geselecteerd, dan doe je het volgende. Je laat de case intact, haalt het dubbele punt weg, drukt op enter en springt in. Je kunt nu onder de beschreven case meer dan één vervolgactie plaatsen. In dit geval laat ik de provincie hoofdstad Groningen tonen in cel D7 en wil ik dat cel A1 wordt geselecteerd. Ik ga je laten zien dat het nog steeds werkt. Ik selecteer nu weer Groningen, druk op Start, zie dat Groningen wordt getoond en dat cel A1 wordt geselecteerd. Kortom, meer dan één vervolgactie. Haal dubbele punt weg en zet alle volgacties onder de betreffende case.